voor de klas in Den Bosch. En ik heb daar een groep 3-4. Een werkdag in het onderwijs kan zomaar 12 uur duren. De burn-out cijfer is ontzettend hoog. Maar als je wil investeren in de toekomst, zou je moeten investeren in de publieke sector, in de scholen, in de zorg. Ik ben jeugdwerker. Ik vind dat dit kabinet meer geld uit moet geven aan sociaal domein, zodat ik en collega's het in kunnen zetten voor jongeren die nu onnodig op wachtlijsten staan. Ik ben student economie en ik heb tot nu toe nog geen enkele econoom gehoord die het een goed idee vond om de dividendbelasting af te schaffen. Dus daarom ga ik heen, want het gewoon inhoudelijk niet klopt. Uit Groningen, Overijssel, Gelderland, Brabant, Zeeland, echt alle provincies zijn hier onze partijgenoten om samen te strijden.